heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Het is gewoon begonnen. En begon met leuk schrijven en een beetje met vrienden rappen hier en daar. En uiteindelijk ja, schiet je 3 video's nu in de Dominicaanse Republiek. We zijn nu een paar jaar verder. Ja, ik leef het meer. Het is niet meer zozeer dat ik erbij nadenk. Het is gewoon iets waar ik voor ga. Het is mijn passie, het is een ambitie. Het werd heel serieus toen ik rond een jaar of 14 was. Want toen, dat was wel grappig, want dat was eigenlijk ook de tijd dat het steeds slechter ging op school. Dat ik eigenlijk geen behoefte had aan school. Ik wou altijd gewoon muziek blijven doen. Altijd. In plaats van huiswerk, toen kwam mijn ma binnen en dan zag ze dat ik aan het schrijven was. En dacht dat ik huiswerk aan het maken was. Maar daar gewoon teksten. Ik denk dat ik tot het punt van serieus muziek ging maken, dat ik ongeveer een jaar of 19 was. En toen dacht ik echt van oké, nu gaan we echt concreet werken. Nu gaan we echt een concept bedenken. Nu gaan we echt een verhaal plaatsen. Salah had me ooit gebeld vanwege een stuk in de nieuwe revue over Marokkaanse rappers. Vroeg hem waar hij mee bezig was, want ik had hem een tijdje niet gesproken. Hij zei van anders kom ik een keertje langs, laat ik je wat horen waar ik mee bezig ben. Hij kwam toen langs, papte zijn minidisc in en van de get-go, die muziek die hij aan het maken was gewoon incredible. Uniek, nooit zoiets gehoord, weet je wel. Het was echt gewoon pro gedaan, vette sounds, heel dik. En ik wou toen al betrokken zijn bij zijn hele movement, maar ik kende hem nog niet goed genoeg om te zeggen van yo, let me hop in. We zijn gewoon in contact gebleven en ideeën, weet je, van hoe denk je dat ik dit moet aanpakken en ik denk dit en dat. En we zagen op een gegeven moment dat we veel op één lijn lagen qua gedachtes en wat we alle twee wilden in de toekomst, sowieso. En toen bood ik het gewoon aan van yo, ik heb wat contact opgedaan, ik heb een netwerk wat aardig sterk is wereldwijd, laat me je helpen, weet je, met die shit. En het eerste wat we deden was een wereldtournee. Ik pak het altijd groot aan. Iemand heeft me ooit verteld, als je het heel groot probeert aan te pakken, als je het dan toch minder haalt, is het nog steeds groot. Qua muziek zat het al goed, weet je. Salah was op zichzelf al sustainable. Wat hij deed was cool, daar wou ik nooit iets mee te maken hebben. Wat hij deed qua muziek, hij en Marlim hadden een perfect formule, dat werkte perfect. En het was aan mij om de wereld te laten zien dat this is the next thing. En dus gooien we dan gewoon een wereldtoernooi aan vast. En laten hem optreden en let's see how people react. En vooral omdat de taal niet begrepen werd. En om dan te zien dat mensen nog losgaan, dat de taalbarrière niks betekent. Dat was gewoon confirmation van hey, you are the right one. Nu moeten we echt de touwtjes aan elkaar knopen en decisions maken en goed bedenken hoe we dit gaan aanpakken. En de enige mensen die wisten van zijn shit was Rotterdam en Alphen. En nu weet Kuala Lumpur het en Jakarta en Buenos Aires en mensen worldwide weten wie Salah is. En dat groeide natuurlijk ook naar het verhaal van focus toe, weet je wel. Het blijft alsmaar groeien. Het wordt steeds bigger. Ik was bezig met een artiest van me die we bij Aftermath probeerden te shoppen. En ik werd in contact gebracht via een vriend van me in Duitsland met Focus. Ik vroeg hem eigenlijk gewoon van, kun je even Focus vragen of ik zijn e-mail mag hebben? In plaats van dat ik zijn e-mail kreeg, kreeg ik een e-mail van Focus. Die zei van, oh, whatever you need, let me know en ik help je erbij. En ik had iets van, dat is heel gek, want dat kom je niet tegen iemand van zo'n kaliber. Sowieso niet in de Amerikaanse muziekindustrie, iemand die zomaar zijn hulp aanbiedt aan een complete stranger. En daar begon het mee en Dre vond het project wat ik hem toen aanbood niet dope genoeg voor Aftermath. Maar Focus bood daarentegen wel weer beats voor mijn project om het misschien interessanter te maken voor Dre de volgende keer. Want dat project ging door, dus hij hoorde een van die beats. Pakte die beat, ging erop schrijven, ging het opnemen, kwam naar mij van yo, check deze shit. En dat was 017 track. Toen dacht ik van yo, dit is fucking ill. Zo waar je moet die shit gaan doen. En hij had Arabisch is mijn ding, Arabisch is mijn ding. En hij geloofde het nog steeds niet. Dus ik zei van weet je wat, we gooien het internet op en we kijken hoe de mensen erop reageren. Nou, de reactie was dope. Hype. Ik begon op een gegeven moment clubs te draaien op lijn 5 en 3 voor 12 en weet ik veel wat. En die response was gewoon dope. En toen werd het voor hem duidelijk van, hey, dit moet ik doen. En wij benaderden Focus van, nou, zou jij graag de hele album doen? Ik weet nog dat ik een 017T speelde
En ik was met hem aan de phone aan de andere kant en hij speelde het en hij flipte hem helemaal de pan uit van ja. Toen is hij ermee naar Sway Attack geweest en daarbij Aftermath en iedereen reageerde er dope op. Dus voor hem was het ook van, joh, ik wil meer doen, ik wil wereldwijd mijn ding doen. Ja, en uiteindelijk sta je op de mixtape als eerste Nederlandstalige rapper op een Amerikaanse mixtape. Tussen Busta Rhymes, 50 Cent, ja, dat soort namen. En ja, dat deed me best wel goed. En toen heeft hij zelf ook aangeboden van, ik zou zijn hele album wel willen doen. Ik zou 5 albums met hem willen doen. Dus we hebben elkaar ontmoet in Frankrijk, een paar maanden later. En toen had ik al iets van 15 songs van hem gedaan. Alles klikte gewoon, muzikaal, vriendschappelijk gezien, the way of thinking, de manier van concepten bedenken. Niet vergeten dat Aftermath ook best wel bekend staat voor de controversie. En ja, daar paste ik natuurlijk heel mooi in het plaatje dan, voor Focus dan. En ook al verstaat Focus natuurlijk niet de teksten, is het wel mooi dat we de vertalingen omsturen, dat we hem het concept laten weten, dat hij het gevoel van de muziek ook overbrengen. Dat hij ook ja, zich meer betrokken voelt bij de muziek, waardoor hij zichzelf ook meer betrekt bij de muziek zelf. Als je kijkt naar de videoclips, als je kijkt naar met ons chillen, als we ergens naartoe gaan of toeren. Weet je, dus het is bijna familie geworden, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Dus Nederlands grootste nachtmerrie is gebaseerd op de nachtmerrie die ik over Nederland heb. Zowel voor de muziekindustrie, zowel voor de politiek, zowel voor de maatschappij, zowel voor de straten. Waarom ben ik Nederlands grootste nachtmerrie? Sowieso voor de scene, wat ik net al zei, de muziekscene. Ik ben het eigenlijk een beetje zat om elke keer naar dezelfde mensen te luisteren en op een bepaalde manier hip-hop afgeschilderd te zien als een happy sound of een sound waar eigenlijk totaal geen inhoud in zit. En ik heb zoiets van laten we het even veranderen, laten we even tot de point komen. Zowel op muzikaal gebied, zowel textueel gezien, lyrics, flow, de sound, de manier van delivery. Is heel belangrijk en Nederlands grootste nachtmerrie ook voor de maatschappij. Ik ben heel vaak vergeleken met de man met B en dat is niet zozeer vanwege mijn daden, maar wel vanwege hetgeen, tenminste hoe ik eruit zie. En het is, ik bedoel, ik zelf zie mezelf helemaal niet zo, maar hun maken daar gebruik van, ik maak gebruik van dat. Dus de situatie is nu even omgekeerd. Al die tijd dat de mensen naar mij vingers wijzen van hé, er loopt een man met been met zijn gekke baar. Het is payback time. En ja, nu is het meer van ik breng een verhaal. Dat betekent niet dat ik een man met been ben, maar hetgene wat jij in mij ziet, dat zal je dan wel krijgen. Als je in de trein zit en je vraagt aan de mevrouw die tegenover je zit van mevrouw, zou je even op mijn tasje willen letten als ik even naar de wc ga? Dat ze je eigenlijk schokkend aankijkt van, oh jee, weet je, wat zit er misschien in die tas? Ja, dat zijn kleine dingetjes en dan heb ik zoiets van, een tijdje ben je het zat. Nee, ik ben een muzikant, dus ik verwerk het in mijn muziek. En dat is mijn bron van, om het in ieder geval toegankelijk te maken naar de mensen. Dat is voor mij veel beter. Wat ik al eerder heb gezegd is van, ik kan mezelf opblazen en dan zijn ze over een jaar zijn ze me vergeten. Maar als ik een album maak, staat het forever. Als ik op een podium sta en mijn middelvinger opsteek van George Bush of... I say fuck George Bush! Wie dan ook. Ook al zou ik worden gekild, het staat er nog steeds op tape. Het bestaat, het is er nog, ze zijn je niet vergeten. We zijn dus nu ook in de Dominicaanse Republiek om 3 videoclips te schieten. Voor 2 voor mijn Nederlandse, 1 voor mijn Arabische album. Nou, we hebben wat mensen werken voor ons in Spanje. En zo is het tot stand gekomen dat hij met ons de promotor had gelinkt. De promotor die had ons weer in contact gebracht met Ivan Herrera. Hij kende Ivan Herrera nog niet en wat hij had gedaan. Uiteindelijk bleek dat Ivan Herrera heeft samengewerkt met Ludacris, Lil Wayne, tot aan films van Miami Vice. En Robert De Niro heeft hij mee samengewerkt in films. Dus het is een aardig groot productieteam. De team waar ik op mee werk is nog groter dan de meeste Nederlandse filmteams. Wij schieten ook op 35 mm, waar de meeste mensen in Nederland
van dromen. En om het zo maar te zeggen, we hebben ook de duurste videoclips in Nederland. Of het nou Marco Borsato is of wat dan ook, we hebben die grens overschreden. Ivan Herrera werkt samen met Pedro Castro. Pedro Castro die heeft gewonnen, die heeft een VMA gewonnen dit jaar, 2006, voor een videoclip die in Amerika is uitgekomen en in Zuid-Amerika. Dus die heeft zich aangeboden, die heeft een andere grote opdracht heeft die opgegeven om met ons te komen werken. We doen een video. Salah. Ja, het is uitgegroeid tot ook een familieding, vriendending, favoriting. Naar uiteindelijk hele goede vrienden, goede mensen, goed hart. De chemistry tussen ons twee was perfect. Kijk, wij respecteren de mensen ook. Wij zijn niet de artiesten die hun moeten vertellen wat ze moeten doen. Daar houden wij zelf ook niet van. Daarom zoeken wij ook de juiste mensen op. Wij weten wat wij moeten doen voor onze muzikale gedachten. Iemand die de videoclips moet maken, die weet hoe hij de videoclips moet maken. En wij geven hun alle vrijheid daarin om het te doen. Uiteindelijk weten wij ook met de mensen waar wij mee werken, dat het goed zit. En dat wij daar ook op kunnen vertrouwen. Net zoals hun ons vertrouwen, dat wij hun benaderen en hun ook betrekken bij het project. En zo groei je uit tot een vaste groep, als een steady crew, om het zo maar te zeggen. Salahuddin de artiest en Salahuddin de zakenman. Dat is eigenlijk nog steeds dezelfde persoon. Ik denk als eerst muzikaal. Dat is de 10% van de 100. Die 10%, kijk, ik doe 100% op gevoel. En dan is 10% het muzikale gedeelte, waar 10% natuurlijk ook heel veel uitmaakt. En 90% is hoe ik het verder uitwerk. Ik heb mijn album heb ik nu al een paar maanden af. We hebben 2 jaar erover nagedacht hoe we het gaan marketen. Bij wie we het zouden moeten uitbrengen. Met welke mensen moeten wij wel in zee gaan. Bij welke mensen ga ik interviews doen. Bij welke mensen doe ik dat niet. Welke featuring zal ik wel nemen. Welke rappers zou ik niet gaan werken. Dat is de manier van zaken doen. En ik denk dat mensen daar juist alleen maar meer van kunnen leren. De meeste mensen die denken dat ze wanneer ze kunnen rappen, dat ze dan al de shit zijn. Wanneer je kan rappen, dan mag je al blij zijn dat je kan rappen. En dat je daarnaast alleen maar kan uitgroeien tot iets. En dat betekent niet dat wij hier Jay-Z gaan lopen uithangen. Nee, Jay-Z heeft ook zijn plan bedacht. Dat is zijn ding. Dit is mijn ding. Ik moet denken over hetgene wat ik presenteer. Het concept van Vrouwtje is een bitch is gebaseerd op een stukje persoonlijke ervaring. Gebaseerd op de dingen die je natuurlijk in de maatschappij ziet. Maar ook wat je op tv ziet. Dus dat je al eigenlijk ziet dat de vrouwen op een of andere manier toch worden beïnvloed om een bitch te zijn. In plaats van ladies. Dus, geliefd om gehaat te worden, waarom ik bijvoorbeeld Andrew Makkinga dan ook in de video heb zitten. Waarom ik een Hezbollah shirt aan heb. En waardoor ik een beetje door de wijken heen loop, de sloppenwijken die ook gehaat zijn door de rijken, om het zo maar te zeggen. Andrew Makkinga die ook bekend staat voor zijn politieke question. Als hè, misschien een van de weinige Afrikaanse of die toch op een of andere manier wordt gehaat vanwege hetgene dat hij goed doet. En het nummer is zowel maatschappijkritisch, maar tegelijkertijd ook heel erg naar mezelf toe. Van, hè, voordat jullie eigenlijk al beginnen met oordelen, doe ik het zelf al voor jullie. Jullie hoeven niks meer te zeggen. Ik zeg alles al wat jullie over mij denken, zal ik over mezelf zeggen, zodat jullie eigenlijk je mondjes gewoon dicht kunnen houden en gewoon verder naar de tv kunnen kijken. Basically. Wat is de bedoeling van jou als artiest om in een videoclip zo'n t-shirt te dragen? Maar daar gaan mensen over vallen. Waarom ik een Hezbollah shirt draag? Omdat ik al. Ja, dus ik sta erachter. En kijk, er zullen mensen zeggen van, het is een terroristische beweging. Maar de meeste mensen weten niet eens wat Hezbollah betekent. Het is een partij van God, zo om een letterlijke vertaling te zeggen. Het is een partij van het volk. Weet je? En het is niet eens een politieke beweging. Nee, het is een partij van het volk. Het komt op voor de rechten van de mensen. Bedoel ik mee? Het bouwen van scholen, het helpen van ziekenhuizen, het verdedigen van de mensen. Het verdedigen van het volk. En ik zie daar helemaal niks verkeerds aan. Als er mensen zijn die zeggen dat ik een terroristische beweging zou ondersteunen, dan zijn zij degene die hun research doen en niet ik. Het zijn wel mensen die voor hun eigen mensen opkomen. En dan zouden die mensen er niet zijn, dan zouden de Arabieren stuk voor stuk allemaal gekild worden. Nee, ik zie het niet zo dat als ik een Hezbollah shirt draag,
dat ik meer albums zou verkopen. Ik denk dat ik juist minder zou verkopen doordat ik juist een Hezbollah shirt zou dragen. Het is voor mij wel belangrijk dat Hezbollah gepromoot wordt, maar niet de manier dat ik zeg van oké, nu moet iedereen Hezbollah gaan steunen. Nee, we moeten mensen gaan onderzoeken wat Hezbollah eigenlijk betekent. En als ze dan pas inzien wat het betekent, dan pas kunnen ze zelf een keuze maken of ze willen steunen of niet. De Joden in Nederland, om het zo te zeggen, die zich aangesproken voelen bij een Hezbollah-shirt, er zijn ook heel veel Joden die er wel achter staan. En die wel met demonstraties meelopen. Orthodoxe Joden, normale Joden, etc. Ik herken de staat Israël sowieso niet. Niet zozeer omdat ik het ze niet gun. Nee. De manier op hoe het geclaimd is, vind ik fout. Dus ze mogen daar voor mij best wonen. Maar ze moeten het wel delen. En niet verdelen. Als we over Hezbollah praten op de manier van de Joden haat, dan sta ik daar niet achter. Het is niet zo dat ik achter alles sta wat Hezbollah naar buiten brengt. Het is meer van, voor mij een stukje van, ja, een link, want ik ben Arabier. In mijn ogen denk ik dat ik daar niemand kwaad mee zal doen. Ik denk, zolang mensen mij gewoon vragen hoe ik erover denk, zullen zij ook een directe antwoord krijgen. En niet dat ik er omheen zit te draaien of dat ze een andere Salah in één keer zien. Het is niet zo dat ik een radicaal tegen Israëliërs ben. Nee, ik ben radicaal tegen Zionisten. Die ook zo denken over andere mensen die hun zichzelf zien als het uitverkoren volk. En als ze het uitverkoren volk moeten zijn, dan zijn het ook de mensen die het volk dan ook moeten gaan leiden. En dat is niet hetgene wat nu gebeurt. Het enige wat ze doen is dan vermoorden. Theo, teleurstelling, haat, ergernis en onbegrip. Nee, ik bedoel, kijk, ik schrijf geen boek in de naam van Allah. Ik val geen religies aan. Ik val politici aan. Ik val bewegingen aan. Maar geen religie. Dat vind ik toch iets wat persoonlijks is. Maar dat deed Theo wel. Dat is het verschil tussen mij en Theo. En ik denk dat hij daar de fout in heeft gemaakt. Ja, Theo van Gogh, ik weet niet. Ik haal ballen, laat ik het zo zeggen. En daar respecteer ik hem ook voor. Van, hij heeft de ballen gehad om in ieder geval te zeggen wat hij dacht. Niet zo onderuit te zijn als vele mensen zijn. En dat heb ik dus ook. Dus laten we niet meer zo onderuit zijn. Laten we gewoon rechtstreeks to the point komen. Het land van is, wat ik net al zei, gebaseerd op veel negatieve dingen. Sommige dingen zijn ook positief. Maar tenminste, de meeste mensen zullen het ervaren als negatief. En wat krijg je dan? Dan krijg je of onbegrip, teleurstelling, mensen die je gaan haten. En er zijn ook heel veel mensen die er wel achter staan. En die mij wel lief hebben. Het land van Lange Frans en Baas B. Zo leuk met me trouwens, maar inhoudelijk gezien vind ik het een beetje oppervlakkig. Want er wordt wel gepraat over een Mohammed B en een Theo van Gogh, maar laten we even dieper gaan duiken. Kijk. Het land van Lange Frans en Baas B, om weer terug te komen op het land van. Die hebben daarna, Mr. Lange Frans heeft dan nummer met Goren gemaakt. Ja, dat krijg je ervan als je van zo'n happy nummer maakt. Dat je dan ook met happy mensen te maken krijgt. Ik heb niet te maken met happy mensen. Ik heb te maken met realiteit. Het land van 1 miljoen mensen zonder baan. Het land waar ze je niet aannemen vanwege je naam. Het land van vooroordelen. Het land waar ze je dwingen tot het maken van problemen. Het land van zoveel wetten. Ik wil niet zeggen dat we het slecht hebben of wat dan ook. Maar er zijn zeker punten waar ik zelf denk van waarom hebben ze dat niet aangekaart. En ik heb het voor hen even afgemaakt. En dat is niet zozeer om hen te dissen. Maar het is wel meer om een soort aanvulling te geven van dit hebben jullie, dat zijn jullie vergeten in jullie teksten. Ik ben artiest, ik ben geen politicus. Als ik politicus zou zijn, dan zou ik hier niet zitten. Dan zou ik ergens met koffie aan een koffie drinken. Ik ben een stem voor het volk, ik het zo